Goed, een GameKings extra dus over de Alien Encounter, de Targoid Interdiction van Elite Dangerous. Ik heb hem niet gezien, ik heb alleen Steven erover gehoord en die zegt dat het fucking fantastisch is, dus ik ga het nu zien. Nou, we gaan. Hyperdrive gaat aan. Ik had gehoord dat je uit hyperspace geplukt wordt door de aliens. Ik denk dat we dat nu gaan zien. Dat alle lichten gaan uit. Die schaduw erachter, dat is sick. Ik heb er bij te kijken, maar vet. Knal hem neer. Vet. Nou, dat was echt fucking fantastisch. Dat was vet, Steve. De tering. Ja, dat was echt heel tof. Dat, Jezus Christus, hè. Dat was echt heel cool. Ik heb de game al een tijdje niet meer gespeeld, maar ik denk dat er nu verandering gaat komen. Ik ga weer spelen. Ik heb toevallig dit weekend op aanraden van Emiel een serie gekeken op Netflix. Die heet The Expanse. Oh. Dus ik zit helemaal in sci-fi. Ik heb hem ook gekeken. Ja, ja, ze zijn seizoen 2 nu aan het maken. Ja, ik hoorde het 1 februari komt hij. Ja. Ik vond het fucking vet. Ja, vind je het vet? Vind je het niet een beetje bij? Nee, het is goed genoeg. Ja. Ja, ik heb hem ook allemaal gekeken. Ik vond het ook leuk. Ik vond het goede sci-fi. Het begint een beetje bij, maar toen al vrij snel werd hij ik echt... Ik vind gewoon die het bekendste is, denk. Ja. Vind ik echt heel bij. Met een schorre haar. Ja, die shit krijg niet helemaal de rest niet vet. Ik vond het cool. Ja, ik vond het cool. Maar goed, deze Targoid Xenoscum in Elite Dangerous was episch. Dat wil je tegenkomen, toch? Dat wil je tegenkomen, ja. Ik ben ook benieuwd, het doet verder nog niks. Het scant je en dan ben je weg. Maar het is wel scary als je hele schip daar op het spel staat. Je hebt geen idee. Maar dat is vet. Elite Dangerous, man. Ik ben blij dat die game leeft. Dan moeten we toch nog een keer een special over hebben. Over hoe goed die game in leven wordt gehouden. Echt heel vet.